Zaterdag was het ondanks de coronabeperkingen toch een beetje carnaval in Erp. Jeugdprins Mika en prinses Fleur van de Uilen gaven in het Molenpark een soort receptie. Onze collega's in Erp waren erbij. We zijn hier in gesprek met prins Mila. Hey, wat vind jij ervan dat ze dit allemaal zo georganiseerd hebben? Goed. Super. Anders hadden we gewoon bijna niks te doen. Anders hadden we maar op de bank te zitten en zo. Dus dit hebben we nog te doen en ja, vind ik fantastisch. Hebben jullie ook iets ingestudeerd voor vandaag? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Wat? Misschien dat uilendansje nog? Ja, dat ze daar komt. Ja, dat. Ja! Naar links, naar links, naar links en dan weer allemaal naar rechts. Naar rechts, naar rechts, dan gaan we allemaal naar voren. Naar voren, naar voren. Boeitje, hier nu groep 7 van de Mariënschool met meester Mark. Ik wil ook even komen feliciteren. En ik hoor dat meester Mark het kansen wil doen. Ja! We staan hier bij de vader van de prins, is het niet? Dat klopt. Helemaal. Jurk van der Tillaert. En Jurk, wat vind jij dat hier die ouderen dit zo organiseren voor de jeugd? Ja, dat is toch geweldig. Dan hebben die jongens tenminste nog iets. Anders is er weinig aan, aan de carnaval. Wij komen uit Erp, met z'n allen in een rij. Een lange polenkaart, die plak die komt erbij. Wij uilen en uilen, wij staan gewoon klaar. Om het feest hier op te lukken, dus rekent u maar. Op een party, op een bal, op een bal, op een bal. Wees toch een gelukkig. Ik ben Christia van de Wissel, van de SBO De Wissel. En wij komen Mika feliciteren omdat hij bij ons in de klas zit. Nee, onze Mika die zeurt niet. Mika is de prins in Erp, ja een hele knappe. En dan danken wij Popkap. Wat wil je nog zeggen hier aan het eind van deze dag? Het was een fantastische dag. Ik hoop dat we hebben allemaal genoten ervan. I love, I love.